Hallo Blobulet, hoe is het met jou? Ik weet dat je niet kan praten, want je staat het onderin te vertellen in de video. Maar Blobulet, oftewel Denise en ik, zijn bezig aan deze houten achtbaan. In de vorige Disneycraft-aflevering in 81 zagen jullie dat wij deze achtbaan gingen bouwen. En wat zouden wij nou niet zijn als we lieten zien hoe dat proces verder gaat? Dus na het intro weten we meer. En Oscar ook is er ook weer, hè? Ja. Okay, people, let's go to work. La 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 la. Zo, grote beer voor mijn neus ineens. Tuurglazuur, jongens, even bij die naam staan. Tuurglazuur. Prachtig. En hallo, Oscar. Je kan praten, Oscar. Echt? It's a miracle. Oh mijn god, ik heb stembanden. Oh mijn god. Ja, hoe kom je erachter, Oscar? Ja, toen jij zit al kon praten. Nou, kijk jouw gezicht echt serieus. Ik heb tegen Oscar gezegd, ook een paar keer in de video's, hè. Als jij je skin Oh god. verandert. Oh my god, jongen. Bij me slaan. Nee, maar dan ben Oh. jij spontaan geen Oscar meer. Oh, oké. Nou, en wij doen nou echt gewoon het ergste werk wat je ooit maar kan bedenken. Dat is ondersteuning. Ondersteuning is niet erg, maar voor een houten achtbaan is dat echt tijdrovend. Ik meen het serieus. En gelukkig helpt Lobulet mij even mee. Maar het is verschrikkelijk hoeveel tijd hierin zit. En dan zeggen wij set fence. Ja, en natuurlijk kan je met de world edit al het een en ander versnellen. Kijk, zeg maar, je doet hem hier plaatsen. Dan klik je op fence en dan haal je de desbetreffende weg. Dat is een manier. Maar het is een rotwerkje. En wat vind je van deze layout nu worden? Want we hebben, ja, de layout is nu stiekem al heel snel voltooid. Oscar, wat vind je van deze achtbaan geworden hier? Hou terug. Ja. Ja, oké. Maar Wel tof. on ondanks, uh, ondanks de splinters. Ja, tof. Oké. Veel hout. Ook heel veel baandelen zie je niet. Ja, heel veel hout, ja. Ja, sorry. De baan ontbreekt nog wel eens. Ik heb nog niet eens alles afgerond, joh. Zo. En Tim. Hallo, meneer Tim. Hoe is het met u, meneer? Gaat goed? Ja, gaat prima. Kijk, mooi zo. Tim is er ook bij. Hallo. Tim is ook een vaste Disneycraft-bezoeker. Net als onze grote vriend WVG'tje, maar die kan helaas niet praten, dus we kunnen hem even Oh, ik ben geen. even 5 seconden weg, dat is. Ja, is goed. Nou, dan gaan we je missen. Maar wat vind je van deze achtbaan? Ja, dat hoor ik. Dat hoor ik. Wat vind je van? Ja, prachtig. Is het wel een beetje een Simba aka Mickey baan waardig? Of? Ja, er zit wel veel hekjes in. Maar het wordt wel wat. En is Robby's huisje goedgekeurd ook wat ze hier hebben gebouwd? Ja, Ja, is hij die past wel. goedgekeurd? Ja, in de berg zo past hij wel Ja, hoor. leuk hè? Dat kan ze wel. Gekke meid. Kan ze toch nog wat? Ja, kan ze toch nog wat, ja. Nee, ik heb het niet gezegd, hè? Nee. We zullen dat filteren, zeg maar. Oké, zo. En ja, ik vond het echt waardig om gewoon even te laten zien hoe we dit bouwen. Want ja, het is helemaal niet moeilijk. We hebben zeg maar, je moet eerst een layout maken. En daaromheen maak je dan uiteindelijk de blokjes. Drie breed. En dan moet je eigenlijk, wij hebben dan zeg maar het geluk gehad dat het dan, het is best wel een krappe houten achtbaan. Dus dan moet je zeg maar het geluk hebben dat het een beetje, ja, bij elkaar, dat het zeg maar past. Dat het niet, dat je niet bij elkaar in de buurt. Ja. Zo. En de ondersteuning is wel leuk, maar het is gewoon nodig. En vooral bij zo'n houten achtbaan ziet dat er ontzettend mooi uit. Ik heb wel ervan geleerd dat je niet de fences in die achtbaan moet zetten. Oh, WVG helpt mee? Ja, ik weet het, Ja. WVG. Kijk, Kiki helpt ook mee. Kiki? Kiki, jongens, kennen we Kiki allemaal? Nee! Laat haar praten! Kiki? Hallo. Hallo, zo heel zacht, de microfoon is nog niet gemaakt. Ze heeft serieus een microfoon gekocht en een dag later was die kapot. Ja, dat vind ik zo triest. Ja, dat vind ik echt triest. Vind je niet? Zo, de ondergrond maken wij van wood. Dat vind ik nog vetter. En dan eigenlijk nog om de beurt van die soort van
stenen blokjes, want dat staat realistischer. Dat Davy had al gezegd, dat klopt ook wel. Ja, wie vergeet je loopt nog verlangs in zijn Muppet skin. De vraag van vandaag luidt. Kom eens even voor me staan, WVG. Wacht even. Welke Muppet is de skin van WVG? Dat is een hele simpele vraag, maar weet je het niet? Kijk vooral niet naar dat witte hier zo. Weet je wat voor Muppet hij is? Laat dan even weten in de comments. Misschien een leuk vraagje tussendoor. En niemand gaat verklappen. Oh wee. Ik vind dit zo mooi, hoor. Dit moeten we af gaan schermen, denk ik. Of, ja, dit moeten we af gaan schermen, jongens, denk ik. Ja, ga eens weg, Pixel. Komt hij met zijn stok, hoor, die beller. Oh, hij zit nog steeds onder de grond, die gozer. Serieus? Die zit serieus zo lang onder de grond, dat wil je niet weten. Oh my god. Weet je hoe lang? Die gozer heb ik serieus eind mei opgesloten vorig jaar. Nee, kom er maar uit. Oh my god, hij zegt ook thanks. Nou, kom maar uit. Hij komt er ook gewoon niet uit, hè. Kom je er niet uit? Nee? Oké. Okay. Kom, sluit hem weer op. Nee, dat mag je niet maken. Kom, eruit. Laat Vincent bouwen, gelijk mensen. Laat hem bouwen! Het is ook heel leuk dat jullie geen Minecraft muziek... Ik zet mijn Minecraft muziek altijd uit, jongens. Daarom hoor je helemaal geen geluid. Heel handig. Zo. Nou jongens, ik hoop dat dit een leuke bouwupdate was van deze achtbaan. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben voor de tips die ik laat zien. Want ja, als jullie ook eens een houten achtbaan willen maken, dan is dat eigenlijk via deze manier dat je dat moet doen. Dus laat een leuke comment in de reacties achter. En zeker weten wat je van deze achtbaan ook vindt. Dat is heel belangrijk. Ik vind hem sowieso heel vet staan op deze plek. Nou, mensen, bedankt voor meespelen en tot ziens. Oh. Kijk hoe cute, jongens. Is dat tuur glazuur? Nee, Pixel.